Yo mensen, welkom bij weer een nieuwe video. Ik sta hier aan een van de mooiste rivieren van Nederland. En ik ga dit keer een trip doen in Nederland, wat waarschijnlijk een van mijn mooiste sessies ooit gaat zijn. Ik ga samen met maatje Jochem en nog een andere maat van hem een paar hele grote wateren bevissen vanaf een boot. Jochem heeft samen met zijn vader een super mooie boot gebouwd. En daar gaan we vanaf vissen, 3 nachten lang. Ik heb er super veel zin in. Ik ben net aangekomen. Ik wacht even tot Jochem er ook is. En dan gaan we zo dadelijk de boot op, de boot klaarmaken. En dan gaan we gewoon keihard genieten deze sessie. Ik ga jullie laten zien hoe we het allemaal gaan aanpakken. We gaan super mooie stekken bevissen. En ik weet zeker dat er een aantal mooie karpers op de kant gaan komen. Dus ik heb er zin in, jongens. Heel veel plezier bij het kijken van deze nieuwe video. Zo jongens, daarachter zit Mark in de boot en we gaan even kijken waar we de grote boot kunnen aanleggen. Jochem, goeiedag jongen. Goeiedag. Ben je er klaar voor? Zeker, we gaan rammen. We gaan echt knallen jongens, we hebben er zoveel zin in. Het bootje ligt vol met spullen. En we zitten hier op een prachtig gebied jongens, het is hier zo ongelooflijk vet. We gaan de boot aanleggen, lekker de spullen klaarmaken. We hebben nog ongeveer 2 uurtjes voordat het donker is. Dus we gaan ze echt mega scherp uitvaren en dan hopen we al op de eerste nacht vis. Houden jullie op de hoogte, jongens. Goed jongens, daarachter ligt de boot. Hij ligt helemaal vol anker. Echt super. En ik ga er eerst helemaal uitvaren. We gaan vanavond gewoon lekker met, of vannacht, met 9 hengels vissen. 3 per persoon. Kan prima hier, want we kunnen echt alle kanten op. Het is hier heel ondiep, 70 centimeter. Dus ik ga even op zoek naar een paar mooie spots. Ik vind het ook helemaal niet erg om heel ondiep te vissen hoor. Dus ik denk dat ik er 2 hier richting de rietkraag ga vissen hierachter. Hier wordt het echt heel ondiep, zie ik al. Dus ja, even een paar mooie spots vinden. Met loodje voelen hoe hard de bodem is. Een beetje bijvoeren. Ik heb hier een mixje gemaakt. Met mais, tijgenoten en boilies. Allemaal van Jochem. En dus dat zullen ze vast lekker vinden, hopen we natuurlijk. Dus ik ga even op zoek naar een paar mooie stekken, jongens. Dus het is hier echt 10 tot 30 centimeter diep. Echt maar zo'n klein beetje. De vissen zwemmen hier gewoon om me heen. Kunnen brasems zijn, kunnen ook karpers zijn. Dat is moeilijk te zeggen. Maar ik ga ze wel gewoon echt ondiep leggen, want waar die brasems zwemmen, daar zwemmen die karpers ook. Dus jullie zien het, ik laat mijn lood vallen en hij ligt eigenlijk meteen op de bodem. Ik zie ook wat wieën staan. Ik ga hier gewoon heel ondiep een hengel vissen. De middelste hengel, kijken wat daarmee gaat gebeuren.
Nou jongens, laatste hengeltje. Zonnetje gaat prachtig onder. En ook deze ga ik heel ondiep neerleggen. Ik denk een centimeter of 20, 30. Meer zal het niet zijn. Maar goed, als die karper er kan zwemmen, dan is het diep genoeg. Dus ja, we gaan het zien jongens, ik heb er wel vertrouwen in. Eerste nacht wordt sowieso het moeilijkste. Morgen gaan we naar een heel ander stuk water, waar ook is volgevoerd door Jochem en Mark. En hier gaan we gewoon lekker in stand vissen. Heel verspreid voer erop, niet al te veel. Eerst maar eens kijken of we een beet kunnen krijgen. En dan zien we wel weer verder. Ik voer alleen maar achter de rig. En niet op de rig zelf. Dus ik leg hem hier neer en dan vaak een stukje door. En dan ga ik weer verspreid eromheen voeren. Ik vind het wel belangrijk dat hij goed terecht komt. Dat ik hem in ieder geval... Kijk, die ligt keihard. Dan weet ik in ieder geval dat hij mooi schoon ligt. Er staat best wel wat wier hier. Kijk eens wat een uitzicht jongens. Schitterend. Zo, een paar meter doorgevaren. En dan ga ik nu daarachter heel verspreid voeren. Gaan het zien jongens. Het is, hoe laat is het jongens? 1 uur of zo? 1:15. 1:15. We waren net avondeten aan het maken. Veel te laat voor het avondeten, maar goed, het staat op het vuur. En ik krijg een volle fluiter op mijn middelste hengel. De eerste beet van de visie. Ik durf nog niet te zeggen wat het is. Het was echt een harde run, maar het, ja, het vecht niet echt hard of zo. Nou, met zo'n fluiter zou je toch verwachten dat het geen brasem is. Op de ondiepe hengel, de middelste. En we gaan kijken wat eraan zit jongens. Ik ben reuze benieuwd. Oh jongen, hoe voelt hij jongen? Ja, geweldig. Het is sowieso karp jongens. Hij ging wel door de slip heen. Hij is nu onder de boot. Volgens mij ook. Ik heb alleen nu allemaal spul in mijn, om mijn voorslagknoop. Dus als jij die even kan fixen, ja? Jochem. Of jij misschien. Maar ik kan er net niet bij. Moet ik even die vis laten gaan? In ieder geval geen slappe lijn, hè. Kijk, alle beestjes aan het knokken hier. Oh, ziek. Komt hij aan. Hadden? Ik zag een schim. Ja, ik zie hem hier. Hij blijft zwemmen, joh, dat beest. Ja. Hij gaat nou die kant op. Ja. Oh, dit is lekker, jongens. Echt. Instant. Ah, ik zit door deze man. Het is echt niet zo dat ik niks doe. Die vis die blijft maar gaan, joh. What the fuck? Ja, dat zijn vissen die zitten normaal gewoon volgens op de stroming te beuken. Ja. Mooie man. Volgens mij. Hoppatee, dat ging soepel. Yes! Lekker man! Yes, lekker. Hoppa! Hoppatee, yes! Kijk hem! Lekker ouwe! Oh, wat heerlijk zeg! Zo jongens, ik hou het kort. Ik sta hier in het water en mijn waterpak is hartstikke lek. Het is nu ruim 1 uur 's nachts geweest en de eerste vis die ga ik jullie nu laten zien. Een prachtige spiegel. Echt een mooie vis.
een prachtig gevecht aan gehad. Kijk eens jongens, wat een kleuren. Echt helemaal super. Hier zijn we natuurlijk enorm blij mee. Onze single boilie. Extra lange hair gebruikt omdat we heel veel brasem zagen met het uitvaren. En kijk eens, wat een parel van een vis jongens. Hier doen we het allemaal voor. Ik ga deze vis snel weer terugzetten. Misschien nog even een foto van schieten. En dan gaan we weer de nacht in jongens. Het wordt sowieso een kort nachtje, dat weet ik nu al. Maar dat is niet erg. We gaan keihard genieten vanuit de boot. De omgeving is schitterend. Het is een prachtig water. Echt helemaal fantastisch. En we hebben nog 3 nachten voor de boeg. En Jochem zegt dat het vanaf morgen echt gaat lopen. Dus ik ben reuze benieuwd jongens. Ik ga deze vis weer terugzetten. Een mooie supermaan op de achtergrond. Ja, dit is fantastisch. Kijk eens wat een parel jongens. Prachtige vis. Hij gaat weg. Op het ondiepe. Hoppa. Zo beste mensen, goedemorgen. Ik lig hier lekker te chillen in de cabine. We hebben vannacht een behoorlijk rustig nachtje gehad. Een paar witvissen, behoorlijk wat wind is gevangen. Voor de rest geen karpen meer, maar al lang blij dat we in de eerste nacht een mooie vis hebben kunnen vangen. Het was een kort nachtje, weinig geslapen. We gingen denk ik rond 1 uur of 3 of zo slapen. En vanochtend vroeg gingen we ons alweer met witvis. Dus we gaan zo de spullen inpakken, even de bodem een beetje opruimen en dan gaan we 1,5 uur varen naar de volgende stek. Nou, daar hebben Mark en Jochem gevoerd en daar verwachten we zeker een aantal runs. Dus dat wordt helemaal fantastisch jongens. Ik ga lekker even de boel hier een beetje opruimen en dan gaan we door naar de volgende stek. Kijk eens hoe erg het genieten is hier. Echt heerlijk. Keukentje erbij, wc, tafeltje om lekker te chillen, onderlijnen te knopen. Nou, kan niet beter jongens, het is keihard genieten. Tot straks. Bedankt. Yo. Uitgevaren. Ik heb ze ook alle 3 klaarstaan. Het was een heel gedoe om hier aan land te komen. Maar het is gelukt. De boot ligt stevig vast. En ik ben ook klaar om uit te gaan varen zo. Maar ik ga ze eerst even uitvaren.
Het is een prachtige stek, jongens. We kunnen hier weer alle kanten op. En hier ligt dus op een aantal dagen voer. Dus hier moet het gewoon gaan gebeuren, jongens. Ik ga hier iets attractiever vissen, omdat hier wat minder brasem schijnt te zwemmen en minder winden. Dus ik heb nu 2 snowmans erop gedaan en 1 richt met tijgenoten. Ja, en dan ga ik het wel zien, jongens. Ik ga er eentje in de vaargeul vissen op 1 meter of 4. Eentje links onder de eigen kant op 1 meter of 1 à 2. En eentje op het ondiep aan de overkant op ongeveer 1,5 meter. Dus lekker verspreid. We gaan het zien, jongens. We gaan nu 8 hengels uitvaren vanavond. Dus ik denk dat het hier echt gaat gebeuren, jongens. We houden jullie op de hoogte. Wat een mooi gebied, hè, jongens. Hengeltje nummer 1 wordt een snowman. We hebben hier weer een lekker voertje met de mais, tijgenoten en 2 soorten bollen. En daar is ook mee gevoerd, dus ik heb er vertrouwen in, jongens. We gaan ons best doen. Ja, te veel. Ik heb hem er net voor gelegd. Op 2 meter. Richting 2 meter? Ja. Ja, dat vond ik het mooiste. Precies langs die rand. Ook nog even aan de andere kant. Ja. Zo jongens, de zon is aan het zakken. Het is een ongelooflijk warme dag geweest vandaag. Regelmatig het water ingesprongen om een beetje af te koelen. En dat was echt een verademing. Het was echt mega heet. Morgen wordt nog warmer. De KNMI heeft zelfs waarschuwingen gegeven voor de hitte. Gevoelstemperaturen tot over de 50 graden. Echt, ik heb dat volgens mij in Nederland nog bijna nooit meegemaakt. Maar ja, op zo'n boot is het natuurlijk wel lekker omdat je af en toe het water in kan. We weten nog niet zeker of we morgen nog een nacht blijven. Is een beetje afhankelijk van of het morgenavond gaat onweren of niet. De ene app voorspelt het wel, de andere niet. Dus het is nog even afwachten. Het is nog stil geweest vandaag. Had ik stiekem eigenlijk ook wel een beetje verwacht met dit weer. Het is zo warm, ik denk dat al die vissen lekker voor apen gaan liggen. En die kop zal vannacht vast wel naar beneden gaan. Dat ze lekker gaan smikkelen. Dus ik verwacht ook zeker wel 1 of 2 fluiters. Misschien wel meer, ik weet het niet. Jochem zegt dat er meer gaat gebeuren, maar eerst maar eens even die run krijgen natuurlijk. Alles ligt nog top. Ik denk er nog even eentje opnieuw uitvaren in ieder geval. Ook om te checken of het haakaas er nog aan zit. Er zit hier en daar wel wat kreeft. Dus daar, ja, dat wil ik gewoon even checken. En dan gaan we het wel zien, jongens. Ik ben reuze benieuwd wat er staat te gebeuren. Het was keihard genieten vandaag, wel heel erg warm, maar is ook wel een keertje lekker. Hij is snel bij die hengel, jongen. Oh, prachtig.
Hij ging echt hard, hè. Ik heb serieus nog nooit iemand zo snel naar de hengel toe zien rennen. Nee? Maar hoe dan? Lig je te slapen en dan ook gewoon hier? Ja, maar ik lig erop, jongen. Echt. Ziek. Oh, zonnetje is mooi, hè. Oké, tik hem aan. Lekker pik. Lekker man. Kijk, mooie schuppie. Mooi vis, man. Deze rakken gingen vroeg vandoor, jongens. Keihard. Keiharde fluit. Snoeihard, zoals Jochem zo zegt. Lekker hoor. Blij mee. Nou, ik mag weer zwemmen. Yes. Hopelijk vangen we er nog eentje bij deze ochtend. Ja, dat is goed. Zo. Lekker, jongens. Och, wat heerlijk, zeg. Zo, goedemorgen, jongens. Een prachtige fluiter. Ik denk, wat zal het zijn? 20 minuten, half uurtje na die van Mark. Voelt goed. De rechte hengel. Deze lag tegen het ondiepe aan de overkant. Op ongeveer 1,7 à 1,8 meter. Heerlijk, jongens, ik ben heel erg benieuwd. Ja, die zon die komt elke minuut hoger te staan en het wordt warmer en warmer. Jochem had net de koffie aangezet, dat is een mooie timing voor de tweede run van deze ochtend. En ik moet zeggen, het voelt niet heel verkeerd. We gaan het zien, jongens. Reuze benieuwd. Ik ben Jochem blij, hè? Dat is mooi vis. Ik heb nog helemaal niet goed gezien. Je had die gele bol, hè? Los? Ja. Jammer, man. Ja. Hij stopt er ook in één keer mee, hè? Ja. Tijdens de drill. En wat je van Mark gaat weer snoeien uit af. Maar die was wel los tijdens de run, helaas. Zit ze op de foto zetten of niet, Jan? Ja, we zitten best wel op de film en dan kan hij weer zwemmen. Dan ga ik me helemaal weer uitvaren. Daar is die, jongens. Mooi schupje. Lange vis, echt een torpedo vis. Nou, ik drijf alweer een beetje af, dus ik ga hem snel terugzetten, jongens. Prachtig. Dikke toeter erop. Ik ga snel die hengel terugvaren. Want misschien vangen we er nog wel eentje bij. Nu net echt, ja, ik denk 3 runs in een half uur. Dus dat gaat als een jekko. Deze mag weer zwemmen. Ja. Oh ja, dat is witvis, denk ik.
Ja, van mij mag je hem pakken. Maar dat is sowieso geen karpen, lijkt me. Nou, hij valt wel helemaal slap. Zo, beste mensen, de boot is weer helemaal opgeruimd en we gaan lekker naar huis toe. Het is mooi geweest. Twee nachtjes gevist. De derde hebben we toch niet bij aangeplakt, omdat het vanavond gaat onweren. Dus we willen geen risico's nemen en we hebben het gewoon heel erg mooi gehad. Het is ongelooflijk warm vandaag. Lekker gezwommen, genoten van de zon. En het was echt fantastisch. Wat een boot is dit, jongens. Echt gigantisch vet. Ik hoop dat ik hier nog een keertje op terug mag komen. Want ja, dit is echt een unieke ervaring. Nou, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Ik heb niet heel veel verteld op camera deze video. Maar hopelijk hebben jullie een leuke indruk gekregen van dit weekend. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende. Later.